Hey, hallo Avrops, hier is Patricia vanuit de Vechtarcade in Noordhoorn. Ik hoop dat jullie mij vandaag kunnen horen. Ik sta nog wat verder weg en ik heb de deuren al open. We hebben hier een nagelstudio en het maakt wel eens herrie. Dus ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Vandaag wil ik jullie onze tafels laten zien waar wij eigenlijk de hele kleine leuke setjes verkopen. Als cadeautje, gewoon als kindertjes hier zijn die iets leuks willen uitzoeken. Al om te verzamelen, gewoon als hebben dingetje, omdat men zoiets spaart. Er zijn meerdere redenen waarom mensen hier in deze bakken kijken. En ik heb al een poosje geleden heb ik ook de plantjes en de bloemen en dat soort dingen laten zien. Ik heb ook wel eens volgens mij de hondjes laten zien. Maar we hebben zoveel meer. En waar ga ik beginnen? Ik heb hier een paar neergezet die wij ook gebouwd hebben. Gewoon om... We zetten dat op de balie en het is gewoon leuk. Ik begin gewoon met... Ik ga met de goedkoopste beginnen. Die heb ik trouwens niet gebouwd. Dat zijn... Dit soort setjes, die kosten een euro. En het is eigenlijk van de Chinese sterrenbeelden, zei je net. Maar meestal nemen mensen het gewoon mee omdat ze het leuk vinden. Hier bijvoorbeeld een haan, een schaap. Nou ja, zo kan je alle kanten natuurlijk op. Paard, tijger, die zijn een euro. Ja, dan heb je 15 delen. Dus vooral voor de kleintjes, vanaf een jaar of 6 natuurlijk 5, kunnen ze dat makkelijk bouwen. En ja, het is gewoon leuk om neer te zetten. Dan hebben wij heel veel sets van €1,95. Dit is er bijvoorbeeld één van. Dat zijn de wilde dieren. Een wasbeer, die vond ik wel heel erg grappig. Maar we hebben ook... Eenhoorns, daar hebben we 6 verschillende van. Zijn ook heel erg geliefd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook setjes. En ik zal je even hier pakken. Daarvan hebben we 4 verschillende. Blauw en geel. Ook alle €1,95. En van elk setje kan je 3 verschillende setjes maken. Dus bijvoorbeeld deze hond kan je een soort kraampje, het hondje en een vliegtuigje maken. Er zitten 68 blokjes in. Hier aan de achterkant kan je ook zien de kleurtjes. Dus de hond. Oh, ik ga ermee gooien. Het blauw is dan een huisje, een walvis en een treintje. 80 delen. Een trekker, een kasteelachtig voorgeveltje en een krokodil. 64 delen. En deze is natuurlijk ook heel leuk. Een windmolentje, een autootje en een krab. 61 delen. €1,95. Dan, dat zijn ook... Ja, ik moet nu even... Ik sta hier tussen onze 2 bakken in. En daar hebben we zoveel. We hebben bijvoorbeeld hier ook, heb ik ook nog nooit laten zien. Dat zijn onze ook dieren. We hebben heel veel dieren in de bakken. Waaronder een libelle, een bij, een lieveheersbeestje, een octopus, een of andere Chinese kever. Dat is dus deze ook. 51 delen. Die zitten allemaal rond de 50 delen. €1,95 ook. Dan ga ik naar de hondjes die ik al vaker heb laten zien. €2,95, maar die zijn dus van de Diamond Blocks. Daarvan hebben we ook 8 verschillende hondenrassen. Deze. Ja, dit is een van mijn favorieten. Dat is ook een Diamond Block hamster. Die heb ik helemaal in het begin gebouwd. En die is zo vaak naar beneden gevallen dat een deel van zijn oor was weg. Ik heb wat andere blokjes kunnen vinden. Dus dit is een, dat vertel ik ook altijd. Het klopt niet helemaal. Hij hoort hele bruine oren te hebben. Hij heeft nu een stukje grijs. Heeft ook wel weer wat grappigs. Daarvan hebben we een slak, een eend, een papegaai.
een panda en normaal gesproken ook nog een varkentje. Maar deze diertjes zijn altijd heel snel uitverkocht. Kosten ook maar €3,95. Dan ga ik €1,50. Een minifarm. Een heel klein kippetje. Die kan ik ook laten zien. Dit is het koetje. Die staan op een heel klein plaatje. Kippetje, koetje, hondje, varkentje, eendje, €1,50. Het zijn er echt heel veel. Dan hebben we de koelkastmagneten. Daarvan heb ik hier een rij staan. De roze zijn de etenswaren. En de groene zijn de dieren. €2,95 per stuk. Er zit ook altijd een magneet zit erbij. IJsjes, worstjes, zelfs sushi. Van de dieren hebben we bijvoorbeeld een aap, een panda, een tijger, een hond. En dan hebben we dus 6 verschillende olifant en de koe. Dieren hebben wat, of etenswaren hebben we wat meer verschillende van. Zo, ik plak hem gewoon weer hier aan de balie, want daar was die. Wat ik jullie nog nooit heb laten zien, dat zijn de setjes. Die zijn wat meer, ja, voor de jongens. Het klinkt altijd zo lullig, omdat meisje, jongen. Maar het is wel zo dat hier meestal de jongetjes bij staan te kijken. Deze sets meestal de meisjes. Dat zijn sets van €5,95. En hebben allemaal een nummer. Dus dat is makkelijk. Dan kan je het nummer onthouden welke je al hebt. En dan kan je hem leuk bouwen en verzamelen. Dit is bijvoorbeeld heel leuk. Een fonteintje. Je hebt een auto ervan. Een winkeltje. Wat hebben we nog meer? Dat is de auto. Koffieshop. Ik geloof dat we een bloemenwinkel hebben. Dus dat zijn ook echt hele leuke setjes voor een leuke prijs. Dino's hebben we ook. Dat zijn sets van €4,95. Het grappige bij deze, die hebben allemaal een letter. Het zijn 10 sets. En als je alle 10 sets hebt verzameld, kan je 1 grote dino bouwen. Mijn collega die moest en zou dat doen, die heeft dat gedaan. Die heeft die hele grote dino gebouwd. Uiteindelijk ziet hij er onwijs gaaf uit. Hij heeft alleen wel een heel zwaar hoofd. Dus hij heeft wel iets nodig om zijn hoofd op te rusten. Maar het is ja ontzettend gaaf. En het is ook gewoon leuk om de enkele dino's te bouwen. Hier hebben we bijvoorbeeld ook een hartstikke gave. Er staat ook bij wat voor een dino. Dit is dan de Triceratops bijvoorbeeld. Dan hebben we brandweer. Setjes van €3,95 en allemaal rond de 60 blokjes. Dit is dan een autootje bijvoorbeeld, een brandweer, vrachtwagen of een truck, vliegtuigjes. Dan ga ik naar de ruimteschip. Spaceship. Dat zijn ook 8 sets van Kogo. Ik zeg trouwens helemaal niet de merken, besef ik mij. Maar dat varieert ook van Kogo, merken die ik niet uitspreken kan omdat het Chinees is. Balodi natuurlijk, de Diamond Blocks. Heel veel verschillende merken. Wat natuurlijk dan ook alweer heel erg leuk is. Nogmaals, hier zijn er 8 van. Deze heeft 102 delen. €3,95 maar. En ja, dit is natuurlijk een ruimteraket. Dit is echt wat al in het heelal ergens op een planeet staat. Kan ik me zo voorstellen. Ze dus allemaal denk ik rond de 100 blokjes. En ook 8 verschillende sets om te verzamelen. Dan hebben wij ook nog de serie Daily Life. Wat altijd wel heel erg grappig is. Dat zijn dit soort setjes. En hoe duur waren die? Oh jee, €2,95, €3,95. Dat is handig dat we daar de prijs op hebben staan. Ik loop even om. Die zijn €2,50. Van Kogo ook. En ja, een speeltuin, een ijswinkel.
een laboratorium. Ja, dat is ook wel heel erk grappig. Daar hebben we ook 8 verschillende van. Dus ook ontzettend leuk om te verzamelen. Dan hebben we van Kobi. Er worden wel eens gevraagd, hebben jullie ook poppetjes, figuren? Van Kobi hebben we de Action Town poppetjes. Dat zijn 8 verschillende poppetjes. Van een brandweerman tot een mannetje wat skateboard. Een meisje met een konijntje. Een boer. Van alles en nog wat. Ook iets met een poesje zie ik hier. €1,50. En dat zijn dus echt alleen de figuurtjes die je in elkaar kan zetten. Dus ook leuk om te verzamelen. Ik ga nog even naar deze kant. Daar hebben we ook tegenwoordig autootjes. Hele kleintjes. 2 verschillende auto's. Die zijn allebei, hè? Ja, die zijn allebei €2,50. Ja, en weet je, het is zo rond de 30 delen. Gewoon leuk weer. Verschillende kleurtjes. Zitten er ook stickers bij? Bij deze zitten stickers. Hier is het trouwens ook zo dat de handleiding, dat is vaak bij die kleine setjes, dat de handleiding gewoon op de verpakking staat. Dus ja, die moet je dan wel even bewaren. En dan heb je natuurlijk ontzettende leuke setjes om cadeau te geven. Vissen hebben we ook. Heb ik die hier staan? Nee, die hadden we wel. Die zijn nu even weg. Het zijn ook ontzettend leuk. €1,50 hebben we. Even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende vissen van. Dit is dan een dolfijn. Alleen het doosje is ook al heel erg leuk. Rond de 30 blokjes kan je een heel klein dolfijntje maken. Of bijvoorbeeld een tonijn. Ja, oké, die ziet er dan. Ze zeggen tuna, dus ja, ik zou zeggen tonijn. Maar ik zou het eerder een goudvis noemen. Ja, het is maar net wat je voor naampje eraan geeft. De dieren had ik al gehad. Daarvan hebben we ook de wilde dieren. En we hebben de poesjes en de hondjes. Zijn dezelfde prijs. Ook €1,95. Zeg ik dat goed? Oh, ik word echt die prijzen. Ik gooi alles door elkaar af en toe. Ja, die zijn €1,95. En dan kan je... Ik trek er gewoon even een paar uit. Verschillende hondjes. Het zijn ook echt rassen. Een Bichon Frisé. Een Pomeran staat er. Een Persische kat. Ja, hoe je kan zien dat een Persische kat is, weet ik niet. Maar het zijn gewoon hele leuke kleine setjes. Ja, dan heb ik hier nog iets. Dat zijn de Career, noemen ze dat. Dat zijn, even kijken, 12 verschillende poppetjes die een beroep uitbeelden. Van kok tot een zanger. Nou ja, die heeft dan een hoed op. Een sportman. Dat zijn ook gewoon poppetjes die je kan bouwen. Kosten €3,95. En zijn dus ook heel grappig. Nou hebben wij hier ook in deze bakken ook de bloemen staan. Die ga ik niet verder heel erg bespreken. Die heb ik ook al een keer besproken. De Zembo bloemen van €4,95. Waar we inmiddels ruim 30 verschillende soorten van hebben. Van Zembo. Ik geloof dat ik wel aardig rond ben. Oh ja, de verrassings. Die had ik nog niet. Ik zeg altijd, het is ons verrassingsei. Oh, had ik die misschien niet mogen zeggen. Ik heb het toch gezegd, sorry. €3,50. Dat is een plantje zoals deze hier. Alleen je weet niet wat erin zit. Dus er zit een vetplantje in, een succulent. Heel veel verschillende soorten is mij ooit verteld. En ja, dat is een verrassing. Sommige mensen houden van verrassingen. Dus die gaan daarvoor. En andere mensen zeggen van, nou, ik koop liever een plantje waarbij ik weet wat erin zit. Maar dit is natuurlijk wel een ontzettend leuk, schattig plantje als je deze toevallig hebt. Ik ben rond. En hier zijn heel veel noppenstenen. En jullie weten, noppenstenen kan je nooit genoeg hebben. Heel veel plezier bij het bouwen en het verzamelen. En tot de volgende keer. Groetjes, Patricia.